We willen geen seksuele voorlichting geven aan leerlingen. Moet je ook aan dat soort dingen denken? Nou ja, seksuele voorlichting vind ik meer iets voor de ouders. Dus dat is niet zozeer een politiek punt, maar dat is een punt... Ja, wil je dat überhaupt? Wil je een staatsopvoeding hebben in je school? Of wil je gewoon een goede opleiding hebben in de school? Dus geen seksuele voorlichting op school, wat u betreft? Nou ja, in ieder geval niet in de intensiteit zoals het nu wordt voorgesteld. Opwarming van de aarde? Op dit moment is er bijvoorbeeld... we hebben nu de lentekriebelweken, begreep ik. Nou, dat zijn zaken die ons niet aanspreken in het, in het curriculum van een basisschool. En opwarming van de aarde is ook zoiets. Laat de kinderen met de natuurkennis maken. Laat ze naar buiten gaan, laat ze... ontluikende bloemen tekenen. Laten we dat allemaal aan ze laten zien. Maar niet meteen weer problematiseren. En in wezen is ook opwarming van de aarde is een politiek statement. Oké. Dat is geen wetenschappelijk feit, volgens u? Dat is geen feit. Het is een omstreden zaak. Maar we willen dat soort problematiserende en vaak ook moreel beladen onderwerpen willen we niet uitgebreid in een basisschool. Moeten de docenten allemaal lid zijn van Forum, zoals we net zagen? Nee. Dat klopt niet? Nee. Oké, dat formulier klopt wel. Daar hebben we ook even aan zitten kijken. Dat als je bij dat formulier komt om je aan te melden, moet je wel je FVD-nummer invullen. Ja, dat formulier dat zit nog vast aan de wervingssite van van Forum. Klopt niet, zegt u. Maar dat is, we hebben net die site geopend, hè? Dus renaissanceschool.nl. En die krijgt ook een hele eigen, dus een eigen stichting overigens. Komt los.